Zoals jullie wellicht weten heb ik de 20.000 abonnees gehaald op mijn YouTube kanaal. En als je mij volgt op social media, dan weet je dat ik daarvoor een hele leuke winactie heb georganiseerd. Of ga organiseren. Ik heb de afgelopen maand heel veel leuke spulletjes bij elkaar verzameld. Ik heb heel veel dingen gekocht. Ook heb ik gekeken naar spullen die ik al eerder gekocht had, maar zelf bijvoorbeeld niet ga gebruiken. Of die ik al heb gekocht om ooit in een winactie weg te geven. Of spulletjes die ik zelf heb gekregen, maar niet gebruik. Ik heb een winactie voor mijn abonnees. Dus voor iedereen die geabonneerd is op mijn YouTube kanaal. En als bedankje voor de mensen die mij volgen op Snapchat en Instagram, heb ik op het einde ook nog een kleine extra winactie. Maar de winactie op zich, waar het om gaat, wilde ik echt doen voor mijn abonnees en er dus geen social media of zo aan vastkoppen, want het gaat echt om mijn YouTube kanaal. En misschien hebben jullie ook al gezien dat ik een Instagram foto heb geplaatst met, hoe moet die? Met deze ballonnen en op de achtergrond. Ik heb mijn best gedaan jongens. Super blij ben ik, echt super blij. En ik heb een mega pakket samengesteld. Ik heb even zitten twijfelen, ga ik meerdere winnaars doen of één of wat dan ook. Maar het leek me leuk om één heel groot pakket samen te stellen. Als in een vriendinnenpakket, zodat je heel erg veel beauty spullen ontvangt, maar die kunt gaan delen met je vriendinnen. Je mag natuurlijk zelf weten wat je ermee doet. Maar wat mij heel erg leuk lijkt, als tip naar jullie, is als je gewoon met je vriendinnengroep, ik bedoel je hebt vast wel een appgroep of iets, en of de vriendinnen waarvan je weet dat ze mij al volgen, dat je zegt van, hey, laten we allemaal meedoen. En als ik win, dan krijgen we met z'n allen het pakket en dan gaan we het onder elkaar verdelen bijvoorbeeld. Want er zitten echt super veel spullen in. Je mag natuurlijk ook helemaal zelf voor jezelf meedoen. Maar als je het op die manier doet, dan heb je meer kans om te winnen. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Twee hele dozen heb ik vol. Ik ga nog een grotere doos kopen waar ik het dan in kan gaan doen. Het zit echt bomvol met van alles. Ik wil deze video niet te lang laten duren, maar ik wil wel alles aan jullie laten zien. En dan zal ik wel vast eerst even vertellen wat je moet doen om kans te maken op dit pakket. Ik heb sowieso geen einddatum voor deze winactie. Je moet gewoon eventjes deze video in de gaten houden. Staat er nog geen gesloten in de titel, dan is deze video dus gewoon nog open. Staat er wel gesloten in de titel, dan heb ik de winnaar bekendgemaakt. En daar staat dan vast iets over in de beschrijving. De naam van de winnaar of dat ik contact heb opgenomen met de winnaar. En ik zal ook reageren op de comments van die winnaar. Geen einddatum, want dat vind ik altijd fijner. No pressure voor mezelf. Wat moet je doen om kans te maken op het pakket dat ik jullie straks ga laten zien? Ten eerste deze video een like geven. Abonneer je op mijn kanaal, dat kan ik ook gewoon checken. En laat in de comments achter waarom je wil winnen. Je hoeft geen hele mooie, zielige of opbeurende of wat dan ook comment te schrijven. Maar ik vind het wel leuk als je er iets meer bij zet dan ik doe mee. Ja, laat gewoon even weten waarom je meedoet, met wie je meedoet. Zoiets, dat lijkt me heel erg leuk. En dan ga ik gewoon nu beginnen met alles te laten zien. Ik ga het er random uitpakken. Het is zoveel jongens, het is zoveel, niet normaal. Het eerste is deze Caramel Pecan Pie Mini Janky Candle uit New York. Dan deze Vaseline Rosy Lips. Heel veel producten die ik weggeef zijn producten die ik zelf ook heb en dan heel fijn vind en voor jullie heb gekocht. Dan heb ik bij de Action deze drie sheet masks gekocht. Zagen er super leuk uit en ze beloven ook allerlei leuke dingen te doen. Ik zal dus niet vertellen wat het is. Oh jongens, ik wil zo graag allemaal dingen erbij vertellen, maar dat ga ik niet doen. Dan heb ik deze Snickers Crisper van US Groceries. Ook iets wat ik nog had liggen zijn deze haarverfzakjes die ik zelf niet gebruik. Dus dan doe ik die er lekker bij. Deze Zenner kwast. Ook nog uit Amerika deze Bath & Body Works hand sanitizer. Deze Pretty Little Liars ketting met Got a Secret Can You Keep It. Het welbekende hele pijnlijke poriën masker die ik zelf ook heb getest. Kan je eventueel hier bekijken. Een heel leuk nagellakje van Kiko. Een heel leuk nagellakje van Ethos. Deze Victoria's Secret oogschaduw die helaas kapot is. Maar je kunt hem gewoon nog gebruiken. En deze Pucker Pops. En daar heb ik er echt drie van. Doe ik erin. Want die heb ik gewoon liggen en die gebruik ik niet. En dan heb ik ook nog eentje van deze erbij. French Notables voor op je lippen. Deze Mua Whipped Velvet. Die ik zelf ook heb. Die is echt super mooie nude velvet op je lippen. En deze Mua Power Powder Acrylic in het wel roze. Dan nog deze hele cheap tease lipstick. Maar heel veel van jullie gaven aan dat jullie die heel erg mooi vonden. Dus ik dacht, dan doe ik die er ook bij. En uit Turkije deze mini persik of abrikoos lotion. Heel handig voor je tas. Dan heb ik nog een ander rood nagellakje van de Ethos. En deze fingersprints met nagels. Die je gewoon heel makkelijk aan kan brengen met zo'n diamantje voor op je nagels. Ook heb ik deze pennenset van de HEMA. De Unicorn Hearts highlighter. Deze lipstick. Heel mooi. Van de Ethos. De Limited Edition Tony Chocoloni Reep in de smaak Melk Kaneel Recipe. Deze Haar Charms van de Primer. Die je dus gewoon in je haar kunt plakken. En dan heb je diamantjes. Echt super vet. Nog meer voor je haar. Deze van Zenner. Deze van Zenner. Oh ja, nog meer Pucker Pops. Dit Ethos zuiverende poedermasker.
Nog zo'n setje van vingers. Echt super leuk. Dit oogschaduwpalet van de Ethos. Deze dingetjes die je op je telefoon, op je iPhone kan plakken als je een iPhone hebt. Deze kaarsjes. Deze hele mooie Swarovski glazen nagelvel. Ooit gekregen, volgens mij is het echt vet duur, maar ik gebruik het niet. Nog een heel leuk nagellukje van Kiko. Een van mijn favoriete zonnebrillen van de Primark. Die heb ik dubbel gekocht vorig jaar zomer al om ooit een keer weg te geven. Het is echt mijn favoriete bril. Deze hele leuke chokerketting met diamant eraan. Nog meer leuks voor in je haar. Dit André Lon Deluxe haarmasker heb ik er ooit 2 van gekocht in de aanbieding. Deze hele leuke rol met tape. Ik heb er zelf ook eentje. Een portemonnee die ik ooit voor mezelf heb gekocht, maar nooit heb gebruikt. Hij is nog helemaal nieuw. En super leuk. Dan deze balletjes van de Action. Ik heb ze zelf hier achter in het wit in de stoel hangen. Die zijn ook super leuk. Ik zeg wel eens super leuk. Deze Instagram had ik al een post geplaatst van de roze. Dit verwijdert echt super snel al je make-up. En deze is voor de gevoelige en gemengde huid. Dan deze roze primer kaars. Ik zeg eerlijk, die heb ik al best wel lang liggen. Maar hij is nog nieuw en ik gebruik hem niet, dus ik geef hem weg. Deze Pop-Tarts in Hot Fudge Sunday. Ook van US Groceries. Het Primark Contour Palet. Oh my god, deze winactie is echt heel leuk. Iets heel tofs wat ik in Turkije heb gekocht, wat je eigenlijk alleen in Amerika kan kopen. Maar ik zag hem ook in Turkije en hij is gewoon echt. Deze Lady Speed Stick heb ik ook meteen dubbel gekocht voor een winactie. In de geur Fruity Splash, echt een van de beste deo's in de wereld gewoon. Dan kocht ik ook voor jullie deze haarverf die ik inmiddels zelf 2 keer heb getest. Ik vind hem toch wel heel erg tof. Ik zit er nu niet echt meer in mijn haar. Oh, ik vind deze winactie echt heel leuk jongens. Echt geweldig. Deze nieuwe concealer van Essence, de Camouflage. Nog van Garnier iets, het micellaire reinigingswater in een mini variant. Dat is ook zoiets, het was dan 1 plus 1 gratis. En dan koop ik er 2 en denk ik, leuk voor winactie. Dan, heel leuk, de EOS Body Lotion, de grote variant in Berry Blossom. Die heb ik ook zelf. Dan is wat ik ook zelf heb en dat is deze lekkere Trickle Moon Shower and Bath Foam Gel dinges. 2 dingen die ik heb gekregen, maar niet gebruik. Dus die doe ik er ook bij. Dan heb ik nog een collageen shotje van Pure Gold Collagen. En nog een spiegeltje voor je handtas. En als laatste van Primark, de Primer Water Spray. Oh my god, dit is toch echt een geweldige winactie. Ik zit echt te kijken dat ik echt denk, oh Charlotte, je hebt echt superleuke spullen gekocht. Ik vind echt dat ik hele leuke spullen heb gekocht. Nou, helemaal geweldig. Je weet wat je moet doen om te winnen, want dat heb ik al verteld. Dan laat ik nu nog eventjes de mini extra giveaway zien voor mijn Instagram en Snapchat volgers. Dus iedereen kan meedoen aan de winactie die ik net heb laten zien. Maar volg je me ook nog op Instagram en Snapchat. Dus ga niet commenten, ik volg je wel op Snapchat, maar niet op Instagram. Volg je me op Instagram en Snapchat, dan moet je nu even opletten. En ben je wat jonger waarschijnlijk, want als je wat ouder bent vind je het misschien niet leuk. Ik wel, maar de meeste niet. Dan krijg je deze hele leuke waterbloem shopper die ik ook zelf heb van Primark. Met daarin 8 babylips die ik gedurende de tijd heb verzameld. Die ik dus ook zelf heb, maar ook voor jullie heb gekocht. Ik zal ze even laten zien. De allerleukste vind ik zelf deze. Dit is echt een Kylie Jenner kleurtje. Super vet. Ik draag hem zelf heel erg vaak. En dit is de Holiday Spice in Vanilla Cupcake. Dan de Winter Delight in Hot Cocoa. Deze ken ik zelf niet. Dit is gewoon een originele, maar dan Orange Burst. Die heb je niet in het rogist. Dan de Chocolate Kiss Valentine's editie. En de Winter Delight Sugar Cookie. Die ruikt echt super lekker. De Electro in Pink Shock. En nog een Valentijn met hartje erop. Candy Kiss. En als allerlaatste nog deze. Die hebben heel veel mensen, maar het is mijn favoriete babylips aller tijden. Dus die heb ik er ook bij. Dus dan kun je 8 van deze winnen. Dus volg je mij op Snapchat, Instagram. En heb je dus de video een like gegeven, ben je geabonneerd en heb je een comment dan nu achtergelaten. Zet dan ook even in de comments dat je ook meedoet voor deze. En je doet natuurlijk ook gewoon mee voor de grote winactie. Dus dan kan je 2 dingetjes winnen. Het grote pakket en het kleine tasje. Snappen jullie het? Dus gewoon dezelfde voorwaarden. Alleen zet er even bij. Hey, ik volg je ook op Snapchat en Instagram. Dus ik doe ook mee voor de, ja, hoe noemen we dit? Poedelprijs? Babylips winactie? Geen idee. Geef het een naam. Dan was dat het. Ik ben gewoon heel erg blij dat jullie op mij geabonneerd zijn. Dat ik de 20k heb gehaald. Dit was echt een goal. Toen ik de 10k haalde, dacht ik, hopelijk haal ik ooit de 20k. En volgens mij is dat in 10 maanden gelukt of zo. Dat is dus 1000 per maand. Dat is best leuk. Dit was de winactie. Nogmaals, heel erg bedankt dat jullie op mij geabonneerd zijn. Ik hoop dat jullie de winactie super leuk vinden. Eindelijk weer een winactie. In het verleden deed ik er best wel veel. Al heel lang niet meer gedaan. Dus hopelijk vinden jullie hem heel erg leuk. Ook als je niet meedoet, zou ik leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En een leuke comment achterlaat. Dan zie ik jullie hopelijk zaterdag om 9 uur weer met een normale video. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!